onze volgende is. Kom even een stukje verder voor achter deze kant. Deze kant. Hey, voordat we gaan beginnen, even een kleine mededeling, want ik zag laatst van jou een preview van een... Ja, we gaan het toch even over hebben. Vertel even. Het staat op je Facebook, hè? Maar het is een aflevering van Je zal het maar hebben, en je hebt mij al even een kijkje in de keuken gegeven. En ja, het is echt op z'n floors, maar ik weet alleen niet wanneer het uit... Het is echt op z'n floors, hè? Maar wil jij even in ieder geval wel vertellen wanneer het wordt uitgezonden, zodat de mensen dat weten? 9 februari om 9:15 op RTL3. Oké dan, 9 februari, ja. Hé, wat ga je voor ons doen, Floor? Ik zal zo eerst een positieve verhaal vertellen en dan eindig ik in een liedje. Nou, meid, ik ga een stap aan de kant zo. En dan wens ik jou heel veel succes. Je kan het, ik blijf gewoon even hier, komt helemaal goed. Ja, doe ik helemaal. Goed! Ik zei, ik ga spreken, daar heb ik nu al spijt van. Maar er zijn wel even een paar dingen die ik met jullie wil bespreken, want ik denk dat het belangrijk is. We staan hier niet voor niks, laten we daarmee beginnen. Dat we hier wel met z'n allen zijn om iets te gaan bereiken. Maar iets wat mij opvalt. Iedereen heeft wel een kwetsbaar punt, denk ik. Iedereen. En ons is nooit iets gevraagd. Ons is nooit gevraagd van, wat vinden wij zelf van deze situatie? Eigenlijk is het psychologische manipulatie en chantage wat er wordt gebruikt. Wij worden gewoon koudehard gediscrimineerd. Er wordt ons niks gevraagd. Niks. En het enige wat ik daar nog over wil zeggen is, spreek het uit. Het moet uitgesproken worden. Indirecte vaccinatieplicht kan gebeuren. Maar dan lig ik straks wel dood in het ziekenhuis, terwijl het te laat is. Dan ben ik het niet meer. Dus we moeten er iets mee, wat dat weet ik of niet. Ik spreek het in elk geval uit. Maar heb het lef om verder te kijken dan je neus lang is. Eigenlijk iedereen. Ook iedereen hier in de demonstratiewereld die het soms niet helemaal ziet, heb ik het idee. Dus dat jullie ook even een beetje verder kijken en toch wel weer dat gaan accepteren. Of zo. En wees in elkaar, met elkaar in liefde en verbinding en de licht en... dat is eigenlijk wat ik kwijt wil. En we gaan zo naar het liedje. En het laatste wat ik daar nog over wil zeggen is, heb het lef. Wauw, fantastisch. Daarvoor het applaus voor onze Floor. Ja. Ik kan niet meer. Slim, had verstand van zaken. Als de tijd van op de beurs en in de kroeg. Iedereen deze jongen gaan maken. Het beste was voor hem. Te onzin, het gejaag en het gedoe.
kijk niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe. Van haar ouders, gezeten angst te dieren. Toen ze arts was, dacht ze ik word zangeres. Ze schreef haar eigen lied, een grote hit. Was het een ongekend succes. Iedere dag heb je opnieuw de keus. En je toehoofd voor je rigoureus. We staan nog voor hoog. In de lucht, twee vliegtuigen. Met banners. En het gedoe. Heb je geleerd. De tekst, COVID-vaccin, levensgevaarlijk. www.artsenvoorwaarheid.nl. Maar haal hem naar je toe. In ons hoofd klinken de stemmen nog van voren. Je kunt het wel geloven, maar als je je best maar doet. Dan maar dood van de falen. Maar die toch niet zul je houden, tot je niet meer weet waar je het zoeken moet. Iedere dag heb je opnieuw de keus, en je doorhoofd gooi je rigoureus. Je bestaan over hoop en de onzin, het gejaag, het gedoe. Heb je hartstikke goed. Hey, ik wil je toch even wat vertellen, want er gebeurde net iets heel bijzonders. Tijdens dat jij aan het zingen was, vlogen er twee vliegtuigen heel laag overheen. Met daarop de tekst dat het COVID-vaccin levensgevaarlijk was. Ik vond het wel een heel mooi moment zo alles bij elkaar. En jouw liedje en die vliegtuigen. Mag ik nog één keer een daverend applaus voor deze topper?